Meneer, voelt u zich nog goed? Weet u nog hoe u heet? Even opzij graag. Foto's. Ja. Wil iedereen de kamer uitgaan? Nu. Iedereen moet hier weg. Ik heb onmiddellijk het stralingsteam nodig op de eerste hulp. Ja. De heer Schipper schoot zijn pistoolmitrailleur leeg op het AT en op ons. Zonder ook maar één moment te aarzelen. Hij offerde zichzelf en ons op, zodat de heer Ruijsdaal het vliegtuig in kon gaan en bijna was ontkomen. Dank u wel, hoofdinspecteur Talsma. Heeft de verdediging nog vragen? Zeker, meneer de president. Meneer Talsma, we hebben net uw bijzonder duidelijke verklaring mogen horen. Klopt het dat ik hieruit mag begrijpen dat de heer Ruijsdaal niet geschoten heeft? Hij had zijn wapen doorgeladen. Vinger aan de trekker. Maar niet geschoten? Hij heeft mensen met de dood bedreigd. Maar waarom vind ik dan geen aangifte in het dossier? Ze zijn alle twee dood. Gedood door mijn cliënt? Nee. Om wie gaat het? Het gaat om Katja van Dijk en de heer Faber. Katja van Dijk was toch de minnares van de heer Govers, uw collega? Ze hadden een vaste relatie. Ze woonden samen. Kan het zijn dat u daarom zonder enkele aangifte procesverbaal heeft opgemaakt tegen mijn cliënt wegens bedreiging? En dat de officier van justitie de door u gerelateerde bedreiging klakkeloos heeft overgenomen en ten laste gelegd? Meneer de president, het kan toch niet zo zijn dat... De verdediging is aan het woord. U weet dat de heer Faber collega en een goede vriend is van mijn cliënt? Kan het niet zo zijn dat dit gewoon iets was tussen vrienden en geen enkele serieuze bedreiging? Ze zijn alle twee dood. En dat noemt u niet serieus? Ja, maar niet gedood door mijn cliënt, meneer Talsma. Door de heer Schipper hier. Mijn cliënt heeft daar onlangs nog een zeer duidelijke verklaring over afgegeven. En dit alles gebeurde pas nadat de politie in de loods plotseling begon te roepen en te schreeuwen en met pistolen te zwaaien. Een onoverzichtelijk hectisch tafereel. Misschien waren de dodelijke kogels wel verdwaalde politiekogels, wie weet. Meneer de president, meneer Den Dolder kent het technisch en forensisch onderzoek. Dit soort opmerkingen leiden helemaal nergens toe. Mijns inziens heeft de heer Talsma een meer dan duidelijke verklaring afgelegd. Meneer Den Dolder, zullen we ons aan de feiten houden? Zeker, meneer de president. Verder heb ik niets. Gaat ze toch niet lukken, hè? Ik had niet anders van hem verwacht, maar jij was goed. Heel goed. Heeft Ruijsdaal inderdaad de verklaring afgelegd tegen Schipper? Ruijsdaal heeft hem laten vallen als een baksteen. Schorsing? Dan wil ik overleg met jullie over 5 minuten. Ik moet eerst nog even met Josien praten. Ik vang hem wel op als Ben weg moet. Over 5 minuten. Wat doet zwager hier? Die zou wel geïnteresseerd zijn in het verloop van de zaak. Net als de rest van de wereld kennelijk.
Hij heeft toch niet in de gaten dat jullie hem volgen? Nee. En het is maar te hopen dat hij het niet in de gaten krijgt ook. Want de eerste waar hij huilend naartoe loopt is Bilderdijk. En dan krijg jij het op je bordje. Kijk nou toch. Vriendje van de advocaat van de duivel. Zwager is het lek. Ik weet het zeker. Wie anders kon alles aan Skilla doorgeven? Het enige wat we hebben is een stapel foto's. En geen bewijzen. Ga mee? Ja, laat me maar. Ja, is toch niet zo gezellig om hier in je eentje te zitten? Is Ruwert er nog? Zou op je wachten. Was niet gemakkelijk, hè? Nou, je deed het anders hartstikke goed. Nee, Katja, ik bedoel jou. Katja was jouw vriendin. Ze was zo aardig. Toen mijn moeder het vertelde, zij had opgebeld om mijn vader te laten vermoorden. Ik kon het gewoon niet geloven. Ik ook niet. Is het een verrassing wat de advocaat van Ruisdaal doet? Ik had in zijn geval hetzelfde gedaan. Maar we hebben het ingecalculeerd. Hij schuift alles af naar Schipper. Het enige wat wij overhouden is een bedreiging. Dus de veroordeling van Schipper en zuurbier. Is geen probleem. Maar Ruisdaal? Geen strafblad. Wel de schijn tegen, maar geen keiharde bewijzen. Een paar maanden! Voor de topman van Skilla! Zo lang zit hij al in voorarrest. Hij loopt straks gewoon naar buiten. Maar jij hebt het ingecalculeerd. Dus wat is je tegenzet? Winfried. Ach, mevrouw Rieding. Mijn complimenten. U doet het erg goed. Wat denkt u? Wie blijft er overeind in dit dodelijke steekspel van vlijmscherpe intelligentie versus ordinaire sluwheid? Dit is meneer Zwager. Adviseur van de top van justitie en andere belangrijke mensen daarbuiten, toch? Kent de minister, dineert wel eens met de staatssecretaris en staat duidelijk aan de kant van het recht. Niet waar, meneer Zwager? Je hebt de uitnodiging gehad? Ja, hartelijk dank ervoor. Dan zie ik je wel. U bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd, mevrouw Rieding. Ik geef een soirée. Meneer Bilderdijk heeft de uitnodiging. Ik zou u dan graag willen ontmoeten om eens over wet en recht te filosoferen. Dag allemaal. Een feest? Die heeft geen aanleiding nodig. Dat is zijn werk. Zijn netwerk, zogezegd. En waar ga jij naartoe? Zoals je zelf al hebt opgemerkt, de hele top van justitie komt daar. Doe maar. We hebben een afspraak over Zwager. Hij is mijn traject en jij zou je daar buiten houden. Hoe zit het eigenlijk met zuurbier? Kunnen we niet nog wat met hem? Die man moet toch een heleboel weten. Ja, we hebben alles geprobeerd, maar zuurbier wil niks. Hij houdt zijn mond. Het zou toch mooi zijn. Ja, ja, deze ja. Het is prachtig. Het is magnifiek. Vind je niet? Jij vindt het prachtig. Ik vind het prachtig omdat jij het mooi vindt. Je bent een fantastische vrouw. Je hebt alleen geen enkel verstand van muziek. Vind je het zelf niet een beetje een cliché? Een ontwortelde Italiaan met een passie voor opera? Mijn vader zong in de Scala van Milaan. En dit... Dit is meer dan een passie. Ik neem deze. Die andere kunt u weer inpakken. Meenemen. Hallo? Ik zal het geld met u regelen. Goed. What do you mean you lost contact? I don't care. You just find him. Don't give me any fucking excuses. You find him and make sure we get our stuff, all right? Don't worry about that. Just do what you have to do. Manager.
Meneer Hoekstra voor u. Ministerie van Volksgezondheid. Ik ben blij dat u er zo snel bent. Ik ben blij dat u meteen gebeld hebt. Het is een wonder dat hij nog leeft. Die man is kapot van binnen. Voor zover wij kunnen nagaan heeft hij een opdonder van 700 rem gehad. Hier in Nederland? Onmogelijk. Waarschijnlijk niet in Nederland. Het is een Fin, Uro Sorsa. Hij had een paspoort en wat papieren bij zich. De man heeft een ongeluk gehad op de snelweg. Misselijk, braken, duizelig. Allemaal het gevolg van een zware besmetting enkele dagen geleden. En hij is vandaag Nederland binnengereden. Een Fin. Maar heeft hij al wat gezegd? Ik ben blij dat hij nog ademhaalt. Geen publiciteit alstublieft. We kunnen geen paniek gebruiken. Mooi zo. Dan nemen wij het nu over. We zullen hem naar een militair ziekenhuis vervoeren volgens de standaardprocedure. Hij had nog een koffertje bij zich. Met het sleuteltje verborgen op zijn lichaam. Dit spul komt waarschijnlijk van de plek waar hij besmet is geraakt. Wacht even. U weet toch wel wat u doet? Dit kan geen kwaad. U mag ze zelf zo meenemen. Die Fin moet ergens anders besmet zijn geraakt. Een plek met enorm veel straling. Een kerncentrale of een opslagplaats voor nucleair materiaal. Dit moet je alleen niet openmaken en inademen. Verder is het nu vrij onschadelijk. Hoe bedoelt u, nu? Ik heb als arts in het leger gezeten. Ik kan me vergissen, maar volgens mij, als je dit met de juiste spullen mengt, laat je hier een stad mee op. Hey, het is je misschien niet opgevallen, maar ook wij volgen die rechtszaak al maandenlang op de voet. Waarom kom je niet even binnen? Sorry, andere keer. Zit het zo fout? Het zit niet fout. Alleen dat de top zoals altijd weer vrij uitgaat. Kom nou. Jullie hebben toch meer dan genoeg tegen die Ruisdaal en het andere tuig? Toen mevrouw Rieding de aanklagende officier werd, was het gedaan met Ruisdaal. Wie is er anders verantwoordelijk voor de dood van een man? Daar denken ze op dit moment in de rechtszaal anders over. Shit. En dat met jullie als dreamteam. Kostte nog moeite gespaard. Bedankt voor je medeleven. Shit, hebben we al meer dan genoeg. Het gaat niet goed. Jullie, die schoften, hebben geen moraal. Die zijn slimmer dan wij. Tuurlijk gaat het niet goed. Misschien moet je je vriendje Kinky maar even opzoeken. Hij heeft er zo hard aan gewerkt. En hij kan er ook niks aan doen. Vers van de bakker. Weer niet thuis gegeten. Thuis, bedoel je welk thuis? Hier, verbalen van Russen moeten we allemaal doornemen. Leuk zo'n nieuw onderzoek. Waren ze klaar voor vandaag? Hoe ging het met Talsma? Fantastisch. Erg fantastisch. Wat heb jij? Verse broodjes. Ik zeker niet zo lekker in de rechtbank. Ah, nee. Wat nou, dan gaat het morgen toch weer goed. En ze hebben vandaag de moord op Katja behandeld. Ach, shit. Kinky, heeft het CRI al teruggebeld? Nog niet. Shit, ik heb je gegevens nu nodig. Rij dan zelf naar Zoetermeer. Gaan we brutaal worden, mannetje? Dit zijn de laatste gegevens uit Oost-Duitsland. Je zou denken dat ze een paar jaar geleden allemaal richting huis zijn gegaan. Nou, forget it. Het stikt er weer van de Russen. Oh ja, je krijgt de groeten van beneden. Van die Judy. Ik ga ze gelijk invoeren. Het is een beetje allemansvriendin, hè, Judy? Hé, hey, 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 over smaak valt niet te twisten, hè? Rot op jullie tweeën. Over wansmaak natuurlijk wel. Hij kan zo mee. Alles is al weg. Naar het ministerie. Weer verkeerd doorgegeven. Oké, neem hem zo mee. Verder nog persoonlijke spullen? Alles is al weg.
Geen spoor van de spullen? En hij zelf? Ook niet. Nee, nee. Zorg dat hij wegkomt. Maakt me niet uit, maar ik wil hem nooit meer zien opduiken. Begrepen? Ja, ciao. Ik was er niet bij, met mijn stomme kop. Waarbij? Bij jou. Dat gedoe. Die zaak met Katja, dat was vandaag. Dus ik dacht, misschien heb je wel behoefte aan iemand. Even wat gezelschap. Ik kan ook helpen inpakken. Laat me maar even alleen. Ik ben trouwens al bijna klaar. Als ik straks ga verhuizen, dan kan je misschien even helpen. Oh ja, daar hebben we het over gehad. We komen allemaal. We krijgen de uniformbus van Lobit mee. Graag. Hoe houdt Ruisdael zich? Loopt tegen het einde, dan is iedereen altijd een beetje nerveus. Is dat nodig? Volgens mij niet. Maar een rechtbank is schillig. Dat betekent? Dat we in ieder geval een paar maanden krijgen voor bedreiging. En dat ik hoop dat de rechtbank niet meegaat met die criminele organisatie. En als ze dat wel doen? Een paar jaar. Wat gaat Garon doen? Niet. Ik heb hem uitgelegd dat Ruisdael niet anders kon dan een verklaring tegen hem afleggen. Ruisdael moet eruit. We hebben hem hard nodig. Ik ben bang dat dat er voorlopig nog niet in zit. Je hebt verstand van paarden. Ze eten hooi, toch? Arabische volbloed. Een uniek exemplaar. Inderdaad, prachtig. Daar vind je zo snel geen tweede van. Zeevier. Snelle zuidenwind. Nog enig in zijn soort. En misschien ooit oervader van een zuiderstorm die de wereld zal verbijsteren. Maar als zijn genen niet goed zijn, ligt hij morgen bij de paardenslager. Hm. Praat met Ruisdael, ja? Zorg dat we de spullen van hem krijgen. Ik zal mijn best doen. Het is geen verzoek. Dat begrijp ik. Ik ben blij dat je even kon komen. Ik moet eens met je overleggen. Ik heb daar wel je goedkeuring niet voor nodig, maar ik wou een beroep doen op zuurbier. Zuurbier? Ja. Ik voel er namelijk niets voor om de dans te laten ontspringen. Zuurbier? Nee, Ruisdael. Ik loop niet goed met Ruisdael. Zuurbier wil geen deal. Dat was maanden geleden. Ik heb hem genoeg onder druk gezet. Maar hij zit nou een tijdje vast en hij heeft een advocaat die niet gek is. De heer Klein. De Klein, dat is een nobody. Den Dolder. Dat is een grote jongen. Wie anders kent ze alle drie als cliënt? Ik wil Zuurbier's eisen weten. Ik wil hem als kroongetuige. Zuurbier als kroongetuige? En weet Adrienne daarvan? Nee, nog niet. Ik wou dat graag eerst met jou overleggen. Zodat tegen haar gezegd kan worden dat ik al toestemming heb gegeven voor een deal? Nee, zodat je Adrienne kunt adviseren wat ze moet doen. Het gaat tenslotte om de moordenaar van een man. Daarom wou ik het eerst met jou overleggen. Huh? Rationeel, niet emotioneel.
Ik heb de hele zaak doorgespit. En volgens mij is de enige kans om ruis te laten pakken een keiharde getuige. Anders zie ik het somber in. Heb jij soms een beter idee? Nou, het valt me een beetje rauw op het dak. Maar ik zie ook geen andere mogelijkheden. Goed. Adrien is op de kamer. Ik denk dat jij het er beter kan vertellen dan ik. Die arts had een goede intuïtie. We hebben hier te maken met plutonium. Dat is goed als brandstof voor een kerncentrale, maar als je de juiste kennis en technologie bezit, kun je er ook een kernbom van maken. Zo. En waar komt het vandaan? Dat is het makkelijkste. Rusland. Ja, waarschijnlijk een of andere kerncentrale. Die zijn daar zo lekker als een mandje. Ja, letterlijk en figuurlijk. En weet je het zeker? Ja, wat is zeker? Wat dacht je van een opslagplaats voor kernwapens? Hè? Je moet je literatuur bijhouden. Ik sta nergens meer van te kijken. Hey. Hoi. Wat doe jij hier zo vroeg? Ik was bij Bilderdijk. Oh? Vanwege zuurbier. Zuurbier? Hij wil zuurbier als kroongetuige. De enige mogelijkheid om Ruisdael veroordeeld te krijgen. Ja, volgens hem. Ik dacht dat we dit al gehad hadden, deze discussie. Toen wilde zuurbier niet. En nu wel. En dit is allemaal al geregeld, achter mijn rug om. Er is nog niks geregeld. Het enige wat Bilderdijk wil is praten met een dolder. Ja, als je... Maakt toch niet uit wat ik ervan vind. Heb je gezien hoe Josien erbij zit? En moet ik er nou dan gaan vertellen dat we Ruisdael gaan vrijlaten? Dus jij hebt met Bilderdijk gesproken zonder mij. Dan ga maar zeggen dat hij zijn gang kan gaan. Ik sta achter hem, wat hij ook doet. Hey. Heb je even? Ja, natuurlijk. Kom verder. Je had het toch laatst over die film die je zo fantastisch vond? Welke film? John Travolta. Iets over afluisteren. Oh, verdomd, ja. Blowout. Daar heb ik nooit meer... Fantastisch. Waar heb je die gevonden? In Braakalarm in de videotheek. De eigenaar heeft een beetje moeite voor me gedaan. Goed. Is die film echt zo goed? Ja. Ja, de film van Brian De Palma. Is echt heel goed. Ik ben wel heel benieuwd geworden. Nou, als je zin hebt, wil je vanavond langskomen. We kunnen samen kijken. Dat lijkt me gezellig. Ik ben om 7:00 bij. Meneer Den Dolder is hier voor u. Ik ben blij dat u kon komen. Ik ben altijd benieuwd wat het Openbaar Ministerie te bespreken heeft. Laat ik vooraf duidelijk stellen dat u hier bent als advocaat van verdachte zuurbier. U heeft de zaken nou niet eenvoudiger opgemaakt door uw kantoor voor alle verdachten te laten optreden. Maar iedere verdachte heeft zijn eigen advocaat. Maar wie heeft de teugel strak in handen, meneer Den Dolder? Wat wilt u van me? Ik wil u een voorstel doen. Of eigenlijk wil ik uw cliënt zuurbier een voorstel doen. Het Openbaar Ministerie komt met een voorstel. En nu pas? Waarom zo lang gewacht? Uw cliënt zuurbier wordt hoofdgetuige tegen Ruisdael. En wij zijn bereid om te onderhandelen. Ik wist niet dat u zo wanhopig was. Dat is geen kwestie van wanhoop, meneer Den Dolder. Dat is een kwestie van de sterke zaak nog sterker maken. En daar kan uw cliënt van profiteren. Waarmee ik een andere cliënt benadeel. Dat is een probleem dat u zelf hebt geschapen. Bovendien gaat Ruisdael waarschijnlijk toch wel veroordeeld worden. Speelt u wel eens poker, meneer Bilderdijk? Het zou echt iets voor u zijn.
Bent u niet verplicht het uiterste te doen voor een cliënt? Ik heb u net een voorstel gedaan dat heel gunstig voor uw cliënt kan zijn. En ik zal dat zeker met cliënt Zuurbier bespreken. Maar ik kan u nu reeds zeggen dat ik weinig hoop heb. Als u het maar bespreekt. Dat zal ik zeker doen. Goedemorgen. We komen een Fin ophalen. Urho Sorsa. Die is al weg hier. Naar het Militair Hospitaal, toch? Ja, nucleaire afdeling van hier naar Den Haag. Die administratiebiologie is altijd een rotzooitje. Hij is gisteravond al opgehaald. Wat lekker dan. Hij heeft de avonddienst weer niks doorgegeven. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nou ja, het scheelt weer een ritje. Tot ziens. We kunnen de kokers waar het plutonium in vervoerd is traceren als zijnde afkomstig uit Rusland. Maar verder staan wij op dit moment machteloos. Wat zegt die Finn? Die Finn, die zegt helemaal niets meer. Dood. Nou, naar verwachting leeft hij hoogstens nog 1 of 2 dagen. Elk uur langer is een wonder. Dus we hebben een doodzieke Finn. Radioactieve straling en 4 kokers uit Rusland. En nou willen jullie een onderzoek vanuit hier? Nou, er is al topoverleg geweest tussen mijn ministerie en justitie. En tot ons grote genoegen ging de minister van Justitie onmiddellijk akkoord. En commissaris Moldijk hier was zo vriendelijk deze zaak bijzonder voortvarend op te pakken. En vandaar deze overval, om zo te zeggen. Er is 1 complicerende factor. Onze vrienden van buitenlandse zaken willen een gedegen onderzoek, maar het moet ook uiterst discreet zijn. Wat is jouw voorstel? Unit 13 is al een tijdje met Russen bezig. Weliswaar een inventarisatie, maar toch. Ja, de unit is goed. Maar wie zegt nou dat dit iets met hun doelgroep te maken heeft? De kokers komen uit Rusland. Ja, verder het hoe en wie laat ik graag aan u over. Als u over het verloop van het onderzoek tijdig wilt berichten aan het ministerie. Joekstra. Weet je zeker dat dit iets voor de unit is? Wie heeft Skilla voor de rechter gebracht? Ja, laat ze er alsjeblieft niet zo'n puinhoop van maken als met Skilla. Ik wil het graag netjes. En vooral overzichtelijk. 1 voordeel heb je. Oh ja? Wat mag dat dan wel wezen? Siberië is comfortabel ver weg. Nou, ik vind het maar niks hoor, dat dat ding hier staat. Zolang het in die buisjes zit, is er niets aan de hand. Ja, ja. En als ik morgen wakker word, heb ik plotseling 2 hoofden of zo. Net als die kikkervisjes. Je moet het alleen niet inademen. Urho Sorsa heet hij. 45 jaar, komt uit Helsinki en is getrouwd. Jij hier wat mee, Kink? Ik neem ook contact op met Interpol Finland. Wie spreekt hier Fins? Wacht even. Hier is geen woord Fins bij. Dus volgende week al. Onze vriend had een afspraak. Pinky. Adres. Kan u ons al vertellen wat hij hier deed? Hij kan niet gehoord worden. En morgen of overmorgen is hij waarschijnlijk dood. Wat wil je eigenlijk met het adres? Weten wie daar woont natuurlijk. Daar heeft die Finn een afspraak. Dan zou hij het moeilijk hebben gekregen. Die panden zijn 3 maanden geleden afgebroken. Officier zelf. Ik ben vereerd. Heeft u met uw advocaat gesproken, meneer Zuurbier? Ik heb met hem gesproken. En? Die hoofdinspecteur, Talsma, die heeft ook al zoiets voorgesteld. Ja, dat is een hele tijd geleden. Nu is de situatie anders. Voor mij niet. Ik kan u persoonlijk garanderen. Persoonlijk? Gaat u persoonlijk 24 uur per dag voor het bed van mijn dochter liggen?
Daar worden natuurlijk hele goede afspraken over gemaakt. Met jullie. Ik zou geen nacht slapen. Maar we kunnen toch... Nee. En nog eens nee. Is dat duidelijk? Waarom hebt u me eigenlijk laten komen, meneer Suurbier? Als jullie niet genoeg hebben tegen Ruisdaal... Jammer dan. Voor mij krijgen jullie het niet. Die afspraak staat dus voor volgende week in de agenda. 'S avonds om 8 uur. Verder hebben we niks? We hebben wat achtergrondinformatie van de Fins politie. Hij heet Uro Sorsa, is 45 jaar, komt uit Helsinki, vertegenwoordiger. Reist dus veel, met name Benelux en Oostblok. En ze hebben zijn vrouw al gewaarschuwd en volgens haar zou hij begin volgende week naar Nederland komen. Maar zit hij deze week in Rusland? Ja, in de Russische kerncentrale. Wat een lul. Nou, misschien moeten we gewoon op die datum naar dat adres toe gaan en kijken wie er opdaagt. Ja, en als hij nou van plan was om het koffertje daar iemand af te geven? Zou kunnen natuurlijk. Dan nemen we dat koffertje mee. Wat doen ze eigenlijk met dat spul? Doorverkopen. Grote kans dat het een proefmonster is dat ergens afgeleverd moet worden. Voordat het tot een echte transactie komt, willen ze testen. En dan hebben ze natuurlijk niet genoeg aan een leeg koffertje. Nee, dat gaan we dus nu regelen. Ben je met een koffer met een kernkop op straat gaan staan? Begint het gesodemieter opnieuw? Het zijn geen kernkop. Bovendien, we zetten er een undercover op. Alles wordt afgedekt door de unit. Ja, daar ben ik juist zo bang voor. Kan je geen legerbuisjes meenemen of zo? Als er echt een organisatie achter zit, dan willen ze weten of het een goede spul is. Nemen ze geen genoegen met een leeg koffertje. Je weet toch welk risico je loopt? Ik heb best dat je wil weten wie erop afkomt, maar... Doe ook maar. Maar geen Wild West, alsjeblieft. En je bent persoonlijk verantwoordelijk. By the way, hoe is het eigenlijk met Suurbier afgelopen? Suurbier wil niks. Ach, ja, dat vermoeden had ik al. Ja, meneer Dolder, ik heb gebeld. Ik moet dringend mijn cliënt spreken, de heer Suurbier. Talsma, dit is mevrouw Rieding. U wordt verwacht. Goedenavond. Mevrouw Rieding. Meneer Talsma, welkom. Ik ben werkelijk vereerd dat u er bent. En, gaat u genieten? Ik zie genoeg om me te kunnen vermaken. En dat is ook de bedoeling. Eet wat. Drink wat en geniet van uw gezelschap. U ziet er werkelijk allercharmantst uit. Oh, en doe uw voordeel met de aanwezigen. Op een soirée als deze kunt u werkelijk goede contacten opdoen. Daar wil ik het graag een keer met u over hebben. Over die contacten. Ambities, mevrouw Riering. Kan geen kwaad, zie ik zo. En weet natuurlijk nooit hoe het allemaal loopt. Maar wie weet, misschien komen we elkaar straks nog even tegen. Ik moet naar u begrijpt. Mevrouw Riering, meneer Talsma... En? Heel goed. Ja, echt een hele goede film, Kiki. Hm? Moet je al weg? Nee. Wil je nog wat drinken? Ja. Maar heb je ook iets sterkers dan cola? Ik heb geloof ik nog een fles wodka in de diepvries. Wil je dat? Met ijs. En alleen als jij er ook eentje neemt. Oké. Okay. Ah, meneer Den Dolder. U weet dat het vanavond de smoking is? Ja, ik blijf maar heel even. Die werkt ook al aan zijn goede contacten. Maakt er tenminste geen geheim van.
Jammer dat we je niet kunnen fotograferen. Zijn dit nou allemaal relaties van zwager? Hij kent letterlijk iedereen, hè? Ja, maar kent die Skilla? Kent die Ruisdaal? Is zwager het lek? Of... Ja, je ziet er toverend uit, Ruud. Meneer Wilderijk. Amuseren jullie een beetje? Nou, laat ik zeggen dat dit niet bepaald mijn soort feestje is. Nee, de Friese klompendans zul je hier niet vinden. Dit is meer... Koordans. Netwerk onderhouden. Ogenblik. Wilderijk. Niet meteen omdraaien, maar volgens mij loopt daar je antwoord. Dit geloof je niet. Zuurbier wil praten, nu meteen. Ik ga mee. Adrien? Ja, je kunt met mij mee rijden. Nee, ik wil hem niet zien. Komt goed. Ik heb overlegd met mijn advocaat. En die zei dat het misschien toch verstandig was om voor mezelf te kiezen. Dus? Mijn kind moet beschermd worden en ik wil strafvermindering. Hoeveel? Overleg me met mijn advocaat. Maar in het redelijke, ik begrijp best dat ik moet zitten. Dat is goed. En er is een psychiatrisch rapport van mij gemaakt. Oh ja? Geen TBS. Onder geen voorwaarden. Wat heeft u daarvoor te bieden? Genoeg om Ruisdaal op te hangen. Zoals jullie zo graag willen. Hoe weten we zeker dat we straks dit voor joker staan? Denk je dat ik zo'n risico zou nemen? Jullie krijgen alles wat ik weet als jullie je afspraken nakomen. En ik wil alles zwart op wit. Vooraf. Gecontroleerd door Den Dolder. Ik geef daar nu geen antwoord op. U hoort van ons. Waarom nu wel? Je hebt mijn kind gezien. Haar zien opgroeien is het mooiste wat er is. En dat zou ik weggooien voor zo'n schoft als Ruisdaal? Nee. En dat zag je nu plotseling wel in? Nee. Den Dolder zag dat voor mij in. Hij had gelijk. Skilla wist al van de unit voordat we begonnen waren. Van wie kregen ze die informatie? Wil je dat ook weten? Als bewijs dat je het meent. Als de deal rond is, krijg je in de rechtszaal al het bewijs dat je nodig hebt. Oké? Talsma. Ik begrijp dat jullie blij zijn dat ik wil getuigen. Maar vind je die smoking zelf ook niet een beetje overdreven? Die TBS en die bescherming, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar strafvermindering. Hoeveel dan? Dat regelt Bilderdijk met een dolder. Ik laat hem echt niet met 2 jaar weglopen. En wat zeg ik tegen Josien? Tegen Jesse? Voor hen is Zuurbier de moordenaar. Omdat hij de trekker heeft overgehaald. Hoi. Hey. Yes, wat is er? Ik kan niet slapen. Mag ik bij je zitten? Natuurlijk. Kom maar. Ik heb weer gedroomd. Kom maar lekker bij mama slapen. Ik maak me een beetje zorgen om haar. Ze heeft steeds nachtmerries. Wordt wakker, maar kan niet slapen. Josien kan er tenminste over praten. Josien begrijpt de dingen beter dan je denkt. In elk geval, we laten Ruisdaal hangen. Is goed voor Josien en ook voor jou. En met een beetje geluk pakken we zwager ook. Zwager? Ik heb tegen Zuurbier gezegd dat ik wil weten wie het lek is. En hij noemde zwager? Nog niet. In de rechtszaal, zei hij.
Morgen in huis dan. Ik heb een berichtje voor u van uw advocaat. Oké. Okay. Zomer, dat is de bikers. Poetsen aan de zomer. Even te midden. Wat krijgen we nou? Hij zou ze samen, maar even te midden zomer. Wie ben jij? Hoe kom je hierboven? Roberto, dat is een collega van ons. Peter de Wilde. Is getrouwd bij de Finse Schone. Spreekt de taal perfect, vooral de vieze woorden. Maar hij is bereid voor ons op de plek voor de afspraak te gaan staan. Zuurbier gaat getuigen tegen Ruisdaal. Helemaal gelijk. Meneer Zuurbier, in uw verklaring die ik zo meteen zal voorlezen, beschuldigt u de heer Ruisdaal van het leiden van een criminele organisatie genaamd Skilla en van het geven van opdrachten tot liquidaties. Wat zegt u? Ik zeg dat in uw verklaring... Ruisdaal? De heer Ruisdaal, ja? Ik ben bang dat er dan sprake is van een misverstand, edelachtbare. Ik bedoelde natuurlijk niet Ruisdaal. Ik had het over meneer Faber, die doodgeschoten is. Dat is de man die overal achter zat. U begrijpt dat ik een onmiddellijke invrijheidstelling vraag voor mijn cliënt Ruisdaal. Dit kan toch niet? Hij had een verklaring afgelegd. Ja. En toen zei hij dat zijn verklaring niet klopte. Verwisseling van namen. Nou, van een kroongetuige is ineens een onbetrouwbare getuige. En is Ruisdaal weer een stap dichter bij zijn vrijspraak? Valt me nog meer dat ze hem niet meteen hebben vrijgelaten. Als ze dat hadden gedaan, had ik hem gelijk weer teruggeramd in zijn cel. En nu? Met wat we hadden, redden ze het toch niet? Wordt moeilijk, hè? We hebben niks. Wel, er is nog een getuige die volgens mij alles weet. Oh ja? Wie dan? Lottie Wenner. Skilla heeft geprobeerd het te vermoorden. Misschien dat ze wil praten? Lottie Wenner, die is van de aardbodem verdwenen. We hebben alles geprobeerd het te vinden, weet je nog? Die is meegenomen in de grote opruiming van Skilla. Ze is alleen nog niet komen bovendrijven. En als ze nou nog leeft? Dan is ze onherkenbaar. Verbouwd op man, ondergedoken in de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Kan het toch proberen? Tuurlijk, Sherlock Holmes. Harry? Als jij wilt proberen Lottie Wenner te vinden, ga je gang. Ik vind dat we alles moeten proberen. Bedankt. Tot ziens. En? Ze is ingestort, koorts. Ze slaapt nu. Ik hoop dat ze even doorslaapt. En jij? Ik wilde mij dezelfde pillen geven, maar dan 3 keer zwaarder. Ik wou dat je deed. Maar het is toch ook ongelooflijk? Ja, we moeten toegeven, ze hebben het handig gespeeld. Dit kan Zuurbier niet zelf bedacht hebben. Bilderdijk heeft het via Den Dolder gespeeld. En wat had Den Dolder gisteravond met Zwager te bespreken?
Met Talsma, jongen 13. Ik wil graag weten of de gedetineerde Suurbier gisteravond nog bezoek heeft gehad van zijn advocaat. Hoe laat was dat? Dank u wel. Den Dolder kwam rechtstreeks van Suurbier af. En ging overleggen met Zwager. Ik wil naar Zwager toe. Ik wil hem recht in zijn gezicht vragen wat hij hiervan af weet. Nu? Zonder toestemming. Als ik Bilderdijk niets vraag, dan kan hij ook niet weigeren. Zwager? Met Adrienne Rieding. Mevrouw Rieding, wat kan ik voor u doen? Wij willen graag even met u spreken. We? Ik ben met hoofdinspecteur Talsma. En waarover wil u mij spreken? Toch niet over de contacten waar u het tijdens mijn feest over had? Zullen we het daar straks over hebben, niet door de telefoon? We zijn over een uurtje bij u. Zoals u wilt, mevrouw Rieding. Nou, hij is in elk geval thuis. Klonk hij een beetje onder de indruk? Ik verwacht heus niet dat hij straks alles gaat bekennen. Met Zwager. Mozartlaan 17. Ik wil graag zo snel mogelijk een taxi. Dank u. Ja? Taxi, meneer. Kom maar vast verder. Ik kom er zo aan.